Welkom bij de introductie van dit nieuwe repertoire, het Indisch dame-gambietachtige systemen. Het is een systeem dat begint met paard F3, het is bedoeld voor de witspeler. En we gaan kijken naar de zet D5 en daar gaan we E3 mee beantwoorden. Maar even een stukje historie. Het is 2017, dan schrijft Axel Smit een boek over E3, zelfs op de eerste zet. En laat eigenlijk zien dat dat eigenlijk niet zo tam is als we zouden denken op het eerste gehoor of gezicht. Maar dat het eigenlijk heel veel gif en venijn bevat. Nou, het boek werd redelijk goed ontvangen. Maar tegelijkertijd, het was allemaal niet zo heel wereldschokkend dat er iets mee zou gebeuren. Maar toch een aantal jaren later kwam er een Duits talent op, genaamd Vincent Keimer. En die speelt dit systeem, paard 3, E3 tegen D5. En boekt daar enorme successen mee. En bleef het gewoon spelen. Ook al hadden spelers zich erop voorbereid, hij kwam er toch steeds behoorlijk mee uit de opening. En vanaf dat moment wordt het een hele serieuze opening. Beginnen andere grootmeesters belangstelling te krijgen. En ja, is het inmiddels een hele serieuze manier om een opening mee te starten. Goed, laten wij eens kijken. Het enige wat ik er nog nu over wil zeggen is dat het voor heel veel zwartspelers, clubspelers, absoluut geen standaard repertoire is, zodat je ze heel waarschijnlijk zult verrassen in de opening en misschien al na de tweede set. Nou, dat is alleen maar fijn. Wat komt er allemaal voorbij? We gaan eens kijken. We richten ons op D4, een paard 3, D5 en dan is dit onze set. En laten we eens kijken. We gaan naar de set C5 kijken. Spelen B3, A6 bijvoorbeeld. Een andere variant is dat we, dus dit is het, als je het goed ziet, een omgekeerd dame Indisch. We gaan kijken naar allerlei zetten op de tweede zet. Daar heb je natuurlijk ook mee te maken met clubschakers, die spelen loper F5. We zullen niet naar H6 en B6 kijken, we zullen redelijke zetten bekijken. Maar dit komt dus ook voorbij. Allerlei zetten op de tweede zet. In variant 13. De meest gespeelde zet is hier paard 6. We spelen C4. En dan heeft zwart een aantal zetten. Hij kan hier naar het aangenomen damegambiet. We zullen daarop ingaan. En we zullen laten zien dat we voor deze variant kiezen. En daar zullen we uitgebreid bij stilstaan wat daar de essentie van is. Loper E2. Een andere zet is dat zwart C6 speelt, een uitnodiging om naar het Slavisch te gaan. In een aantal gevallen gaan we daarop in en een aantal situaties juist niet. Bijvoorbeeld hier, zwart vraagt wil je naar de Tsjebenenko overgaan en wij zeggen dat vinden we prima. En dat gaan we dan doen met deze set. Dus in variant 6 komen we bij de Tsjebenenko uit in variant 5, zoals gezegd, bij het aangenomen damegambiet. Maar de hoofdmoot vormt wel E6. Dat zijn de spelers die gewoon klassiek damegambiet spelen. En die zullen we trakteren op deze set, B3. Zwart heeft vanzelfsprekend weer een aantal zetten. B6, C5, loper E7. Dit is een set waar we op in zullen gaan als zwart vooral de dame Indische opbouw wil doen. En houdt nog de mogelijkheid loper naar D6 of naar E7 te spelen. We zullen kijken als zwart C5. Dan moeten we altijd oppassen dat we niet te snel een paard naar C3 spelen. Maar in verband met D4. Dus we bouwen het zo op. En nu eerst even slaan. En dan loper B5 spelen. Voordat je een paard op C3 zet. En hier zitten we in allerlei tarrasachtige systemen waarin we iets eerder B3 hebben gespeeld dan in de reguliere tarras. Dus in variant 8 aan de orde. Misschien ook hier de hoofdmoot loper E7. De klassieke damegambietspeler. Geen C5, geen B6, maar gewoon loper E7. Wij spelen loper B2 kort. En we spelen nu paard C3. Zwart kan hier, dat is ook een variant, zeggen van, nou, ik wil toch een soort aangenomen damegambietachtige structuur. Hoe ga je nu terugslaan? Nou, nu wel met de pion.
En na c5, lauwe e2, paard c6, dame c2. Hier is wel h6 gespeeld, een soort wachtzet. En daar willen we dan best wel gebruik van maken. En dat is een belangrijk kenmerk van deze opening. We spelen aan de ene kant positiespel. Maar aan de andere kant gaan we gewoon flink met gestrekt been erin. H4 en G4, toren G1 en G4, G5. Dus er wordt twee dingen van je gevraagd. Positiespel en aanvallen op de flank kunnen opzetten en uitvoeren graag. Goed, zwart speelt C5. Nu moeten we op D4 gaan letten. Daarom slaan we eerst. Zwart heeft twee zetten. Hij kan hier ook op deze manier terugslaan. Die komt bij ons in de vierde variant aan de bod. Maar heel veel zwart spelers kiezen hiervoor om met het paard te slaan. Dan spelen we dame c2. We houden de optie open om lang te rokeren, vaak in combinatie met h4. En als zwart hier paard c6 speelt, dan spelen we h4. Paard db4 is een zet en dan gaan we naar b1 met de dame om die dame op die lijn te houden. Die diagonaal b1 h7. Dit is in variant 3 komt aan bod. En in een andere variant, als we B6 spelen, dan spelen we hier H4. En dat komt in variant 2 aan bod. Nou, zo heb je een behoorlijke hoeveelheid varianten al gezien. Maar we zijn nog niet klaar. Ik ga even via een zetverwisseling. Dit is niet de zet van een repertoire, maar via deze zet komen we er weer in. En krijgen we deze stand. En kan zwart hier kiezen voor het slavisch. En dit is een interessant moment. We hoeven niet het slavisch in te gaan. We zagen net het voorbeeld van de Tsjebelenko, die we best wel willen opzoeken. Maar hier zeggen we tegen zwart, nou liever niet even. Maar toch niet helemaal, want we houden de optie open. Kijk mee wat ik bedoel. Paard bd7, loper b2, loper d6. Als we hier d4 doen, zitten we in het reguliere slavisch. Dame c2. Kort, loper e2, toren e8. En nu pas met toren e8. Nu kiezen we voor d4 om het slavisch in te gaan. Maar wel dan met toren e8. En dat maakt wel een verschil. Goed. Ik laat je een partijtje even zien. Om je een klein beetje een idee te geven waar zo'n opening over gaat. We blijven even in het slavisch. Zwart speelt die loper d6. En dat maakt echt best wel een verschil uit tussen paard bd7 en loper d6. Soms kan hij gewoon e5 spelen. Maar dat laat ik hier even buiten beschouwing. H3, een interessante zet. En een van de zetten waar we ook naar zullen kijken in de strategische thema's is wanneer is het verstandig om juist D4 te doen en wanneer niet. Daar zullen we het uitgebreid over hebben. Dat gevoel, dat willen we hier gaan leren ontwikkelen. Goed, laten we naar een andere set kijken, H3. Paard bd7, zwart speelt gewoon de bekende Slavische opbouwzetten. Dame c2, we houden de optie open om lang te rokeren. Toren e8. En there we are. We zijn begonnen. G4. Zoals John van der Wiel vroeger altijd zijn g-pion moest vastlijmen op g2. Bosboom eigenlijk altijd g4 speelt. Gaan wij het hier een klein beetje in het klein nadoen. G4. Mooi zet. Ja, de bedoeling is duidelijk. We willen gaan aanvallen en de koning op de damevleugel in veiligheid brengen. Lange rokade heet dat. A6, zwart wil iets gaan doen met B5. G5, weg met dat paard. Nou, daar staat die flapper wel even veilig, maar ook een beetje buitenspel. Loper E2, de loper loert er al op. Dus die kijkt al naar dat paard. Dame E7 wil met E5 iets gaan doen. Lang. Goed, dat paard krijgt wat velden. Of een veld, want veel is het niet. Dat hij naar G7 kan als die wordt aangevallen. H4 dekt G5, zodat het paard op F3 sterk weg kan. En onze mooie loper, helaas, wordt afgeruild. Maar er zijn wat gaten gevallen op de zwarte velden. En hier is zwart al in de problemen. Paard hangt op H5, althans dat is een lelijke dubbelpion. En paard G4, paard H6 komt erin. En zwart trekt zich niks aan van dat slaan op H5. En wij hebben eigenlijk voorlopig nog even geen belangstelling voor. We spelen paard G4. Goed, zwart opent de boel. Wij geven een schaakje. 1 zet, koning F8. En nu slaan we wel op H5. En het is nu duidelijk, het is mis. Als zwart hier slaat,
Dan krijg je je dame A7. En dit is meteen flink mis. Het dreigt mat op G8 en dat gaat niet meer goed gedekt worden. Als de dame weggaat, dan is dame F7 mat. Goed, de zwarte speler deed uit armoede nog maar even paard E5. Want ja, om na 17 zetten op te geven, dat is toch ook wat. Dus ja, goed. Dit houdt zijn loper er dan maar op en staat nu gewoon een stuk voor. Ik laat je het einde van de partij zien. Houdt nog vol. 4 zetten nog. Toren B8. Paard B1. Even een verdedigende zet. Wat ga je doen met die loper op A3? Ruilt even tussendoor. Een loper keer A3. Dat is een vol stuk. Zo lijkt het. En met schaak. Koning. En ja, toen ging zwart opnieuw de stukken tellen. Bleek dat hij nog steeds een stuk achter stond. En nu ook met de dames eraf. En gaf hierop. Dit is een partijtje van de speler waar ik het net ook over had. Vincent Keimer, het grote Duitse talent. Toen nog 2591 aan rating. Veel te laag voor hem. Loopt tegen de 2700 aan. En heeft deze opening naar grote hoogte gebracht. Wat zijn een beetje de kenmerken nou van zo'n opening? Ik heb er al iets van genoemd. Het is combinatiespel met flankaanvallen. Dus daar moet je wel tegen kunnen en willen. Maar ja, wie houdt er niet van om aan te vallen? En dat doen we natuurlijk wel met beleid. Als het niet kan, dan gaan we het ook zeker niet doen. En dan gaan we gewoon braaf kort rokeren. Maar dat is het eerste kenmerk. Positiespel kunnen al wisselen met de nodige flankaanvallen. G4 en H4. Merk op dat wit tegen het damegambiet, damegambietachtige systemen, zelf een systeem speelt. Hij speelt B3, loper B2, C4, dame C2, paard C3 en lange rokade. En dat gaat hij steeds doen met de nodige subtiliteit. En dat betekent dat hij er steeds beter in wordt. En waar zwart op zoek is naar losse zetten, proberen wij in dat systeem perfectie aan te brengen. En dat is het goede van het spelen van een systeem. Dat is wat Vincent Keimer ons heeft geleerd. Die heeft continu zijn eigen partijen verbeterd en zijn eigen systeem in feite dus ook ja, elke dag een klein beetje beter gemaakt. Het is een hele lastige tegenstander om die op die manier voor te bereiden, want je moet veel partijen bekijken en tegelijkertijd weet je dat hij al zijn partijen continu heeft weten te verbeteren. Een derde kenmerk is dat we hele grote hoeveelheid damegambietachtige systemen gaan we niet spelen. We hebben net een voorbeeld gezien van wel, van aangenomen damegambiet en Tsjebenenko, maar alle klassieke damegambiet systemen, de Tartakauer variant, de Lasker variant, Afro variant van damegambiet, komt allemaal niet voorbij. Dat weten we allemaal te vermijden met deze systemen. Dus dat is een heel groot voordeel. En tot slot, ook dat kenmerk heb ik genoemd. De zwarte speler zal dit niet standaard in zijn repertoire hebben. Dat zie ik niet, niet alleen maar niet gebeuren. Ik zie het ook op mijn eigen club. Ik zie het in de KNSB-wedstrijden. Zwarte spelers kennen dit niet. Dus die moeten gewoon proberen gezond op te bouwen. En ik kan je vertellen, dat gaat niet zonder kleerscheuren. Dat kan niet zomaar zonder dat je het enigszins thuis hebt bekijken. Dus dat maakt het voor ons buitengewoon voordelig. Nou, mocht je dit aanspreken, weet dat Schaakopening Essenties altijd je in 4 stappen begeleidt bij zo'n product. En waar we altijd mee beginnen, dat zijn de strategische thema's. Eerst maar eens begrijpen, een overzicht krijgen van deze opening op basis van 6 opnames. En vervolgens zoomen we natuurlijk in op de variant. Dan maken we het concreet. Ons uitgangspunt is en blijft dat we niet volledigheid nastreven, zodat de varianten duizelen voor je ogen en je geen idee meer hebt waar we het over hebben. Maar we selecteren. Het gaat om essenties. Derde is wat we je meegeven. Dat zijn opgaven. Je krijgt 12 opgaven om de essentie, de belangrijkste stappen en standen uit de materie nog eens voorbij te zien komen. En dat je die voor jezelf weet te onthouden of nog eens een keer terugziet. Tot slot geven je 15 partijen. En onze aanbeveling is, speel die na. Op het bord, zonder computer. En probeer eens wat uitroeptekens en vraagtekens neer te zetten. Ben je klaar? Speel ze dan eens na met behulp van een computer en kijk eens of je de 10 winstpartijen begrijpt en of je het ook zo had gespeeld. En kijk ook naar de 5 verliespartijen. Waarom zwart uiteindelijk toch hier een punt weet te maken.
Heeft Wit de opening verkeerd gedaan? Heeft hij de overgang van opening naar middenspel verkeerd aangepakt? Zoek dat uit en dat is buitengewoon nuttig om zelf zonder te memoriseren aan de slag te gaan. Nou, hopelijk spreekt dit aan en dan zou ik zeggen wellicht tot ziens bij de Indisch damegambit-achtige systemen.